Ben je sportief? Hou je van fietsen, maar heb je nog geen club? Dan moet je niet langer zoeken. Kom op 14 april om 3 uur naar Café Lea. Vragen achter Johan Toelen. Voilà. Wat de volk op afkomen, denk je, op die annons? Nou, Lea, we zullen zien, hè. Waarom moest je dat toch wel al zo ver laten komen? Wil ik nog eens met de Wilfried gaan klappen? Lejakke, laat het zijn. Ik krijg al spontaan zuur als ik er nog maar aan denk. Ga gauw de kalm even, hè. Als je niet allemaal samen in mijn café zit. Ah ja, 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 ja. Want dat gaat gebeuren, hè. Lejakke, om mij zal het niet liggen, hè. Ik ben eens curieus wat dat allemaal gaat geven. De Johan met een nieuw club en dan een Ambras met die mannen van het Willeke. Dat komt niet goed, hè. Dat zit er toch zo gebeuren. Is er precies al die ene, ja. Oei. Ja, dat is precies niet direct het helderste lichtje van de kerstboom. Is dat hier dat ik moet zijn voor die annons? Dat is juist, ja. Dat jij je aan toelen? Ik zeg ja, ja. Tony van opstaan. Aha, een Tony, hè. Zeg Tony, wij gaan ons even daar aan de tafel zetten, dan kunnen we wat kennis maken. Hè. Kom maar. Zeg Tony. Jij ziet er van meer een klimmerstype uit, hè, Tony? Eerst niet? Ah, vertel eens iets over een vijgen. Ja, ik ben Tony. Uh-huh. 48 jaar. Ik rij met de camion. Zijn vrijgezel. Nee, dat was net niet direct geen dat ik voor ogen had, nee. Ja, met een annons dan moeten pakken wat er op afkomt, hè. En kun je niet kieskeurig zijn, hè. 48 jaar. Nee, dat had ik al gezien. Zeg maar, Tony, heb je al in een club gereden of zo? Nee. En wat verwacht je van de club? Gewoon. Ja. Gewoon. Zeg maar, je bent toch de wielerliefhebber, denk ik, hè, Tony? Hè? Oh. Wat is voor Efnij de schoonste koers? Parijs-Roubaix. Tony, jij bent met een man. Hè? Dat is iets anders als de Ronde van Vlaanderen, hè, jongen. Hè? Kilometers, kasseien en we gaan. Hè? Ze zeggen niet voor niks. De hel uit het noorden, hè, Tony? Ja. Wel, hè. En het bos van Valère. Legendarisch, hè? Bos, ja. Dat klikt hier precies wel. Aha, enorm. Ik kreeg dat met de beste wil van de wereld geen zinnig woord dat. Ik dacht, ja, erger kan het net toch niet wennen. Maar dat kon dus wel. Is het voor de wielerclub? Ja. Dat is dan tafeltje zet. Ah, mannen, hey, ik ben Guido. Zijn jij ook hier voor de wielerclub? Hey Guido, ik zeg Jan. Ah, Jan, ja, juist, ja, Jan. Ja. Zeg, ik kan direct eerlijk zijn. Ik ken niks van de kurs. Ik zoek gewoon een hobby. Ja, ja. Allee, ik weet dat ik een heel nare eerste indruk achterlaat. Ik weet dat, maar moet ik al lidgeld betalen of zo? Guido, even rustig, hè. Gewoon even zitten, dan kunnen we dat wat bekijken. Dat is trouwens, dat is een Tony. Tony, hey Tony. Gaan we dan een Turk maken direct? Of, godverdoemer, ik zeg dat te hevig, hè. Ik ken de stad, maar zij doen ze niet zo hevig. Dat strikt de mensen af. Ja, sorry dat ik zo hevig ben, jongen. Amai. Die aan ons vragen wat succes, dat zijn nog niet eens 10. Het is echt een topdag vandaag. Je niet net de ziekte van de knop? Van de wat? Van de knop. Meer haar op zijn gat en op zijn kop.